goed? Ja. Dankjewel. Met al die mensen erbij, dat is staat er nu de film. Maken. Een kerststukje. Kerststukje. Zeker een heel werk, hè? Maar wel een werk. Ja, hè? En doet u dat voor anderen of voor uzelf? Ik doe het voor mezelf. Voor uzelf. Leuk. Het is wel een. Doet u dat al lange tijd of is dat de eerste keer? Nee hoor, ik doe dat ieder jaar. Oh, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Dit is een plaat die hangt altijd bij ja. mij. Ja. En die pas ik iedere keer aan met kerst, met paas, voorjaar, winter. Ja. Nagelang het jaargetijden. Mm-hmm. Maak ik hem. Nou, ik hoop dat u veel belangstelling krijgt. Dank u. Wat bent u aan het maken, mevrouw? Ik ben een dansende vrouw aan het maken. Een dansende vrouw? Een dansende vrouw. Op de rug gezien. Oh, kijk dan. En ja, bent u zelf een dansliefhebster? Of? Bent u zelf een dansliefhebster? Nou, niet per se. Nee. Het is meer tekenen. Ik hou meer van schilderen dan dansen. Oh, oké. Okay. Maar deze maak ik voor mijn dochter. Deze is mijn dochter uit Mister Ezel. Aha. Deze wil ik graag hebben, dus ik doe mijn best. Ja, ik zie het. En heeft u al vaker meegedaan aan zo'n bijeenkomst als dit? Nooit. Ik heb nog maar een jaartje aan het schilderen. Dus, oh, dat is nog maar kort, hè? Nog maar kort. Ja. Dus ik ben het nog een beetje aan het leren. Ja, nou. Dus het was goed, hè? Ja, het was spannend. Ik zei vanmorgen tegen mijn schilderjuf, want zij... Oh, dit is een schilderjuf? Dit is mijn schilderjuf. Aha. Ik ben geen schilderjuf, ik begeleid haar. En we worstelen samen met de verf. Oh, oké. Okay. Ja, en samen proberen we tot mooie resultaten. Om er wat van te maken, ja. Ja. Nou, dat lukt wel, hè? Ik schilder al wat langer, dus ja. Tips kan ik geven. Ja. Nou, wat is mooi als iemand bij je hebt die er verstand van heeft. Ja. Ja, dat lijkt me wel. Ik heb een hele goede. Ja. Oh. Ja. Dus, nou. We zijn lekker samen lekker bezig. Ja, hier. Elke dinsdagmiddag, samen met een vriendin. Komen ze alle twee bij mij schilderen? Nou, wat wil je nog meer? Dan zitten we heerlijk in het ateliertje. Ja.